diep respect en een groot compliment naar iedereen die hier aan bijgedragen heeft. Breda Nu. Je weet het meteen. De tweede fase van de gasthuispoort werd gisteren officieel opgeleverd door wethouder Daan Kwaars. Onder andere de architect, projectontwikkelaar en vele andere gasten waren hierbij aanwezig. We staan hier vandaag bij de eindoplevering van het plan Gasthuispoort. Het is de laatste fase van het plan Gasthuispoort. Het poorthuis was vandaag opgeleverd. We hebben hier een mooi plan gemaakt met een aantal appartementen en een commerciële onderplint, Bobby's Bar, waar we nu staan. Maar het is ook echt het eind van het hele plan Gasthuispoort. Een aantal jaar geleden was hier natuurlijk een heel oud gebouw. Het was een beetje een verrommelde hoek in de binnenstad, de oude sociale dienstgebouw. Ja, en met de oplevering van deze fase is dit gebied getransformeerd naar een waardevolle toevoeging van de stad. En ook met de Gasthuispoort echt een volwaardig entree voor de mooiste binnenstad van Nederland. Wat betekent de oplevering van de Gasthuispoort voor de stad Breda? Ja, dit is natuurlijk een pareltje. De Oostwang, zoals we dat noemen, die begint bij het station. Die loopt via de Vlaszak naar de McDonald's toe. Dat hele gebied gaat aangepakt worden. Wordt nog mooier dan dat het al is. Maar dan zijn dit soort ontwikkelingen natuurlijk fantastisch. Als je kijkt wat hier weggezet is. Wat voor woningen hier gemaakt zijn. En de 63 koopappartementen die hier gebouwd zijn. Ja, dit brengt levendigheid in de stad. Dit brengt veiligheid in de stad. En dit zorgt ervoor dat mensen graag in de stad willen zijn en wonen en werken. Uitdaging bij het ontwerp van Gasthuispoort was dat we iets wilden maken in de stad wat enerzijds iets heel erg iets zou zijn met een sterk eigen karakter, identiteit, maar anderzijds iets zou zijn wat past in de binnenstad van Breda. Dus we zochten daar een goede middenweg tussen, iets wat echt aanvoelt als een stuk binnenstad. Het was een verloederde hoek en we wilden eigenlijk het, zeg maar, de gezelligheid, de sfeer, karakter van de oude binnenstad geven. U als echte Bredanaar, hoe heeft u zelf de transformatie meegemaakt hier zo? Ja, nee, ik kom hier natuurlijk bijna dagelijks langs rijden. Vanuit het stadhuis kom je hier langs op de fiets of met de auto. Af en toe heb je dan wat overlast, maar dat hebben ze echt tot een minimum beperkt. Ja, en als je dan nu gewoon omhoog kijkt en je kijkt naar het pand wat daarvoor teruggekomen is, ja, dat is alleen maar diep respect en een groot compliment naar iedereen die hier aan bijgedragen heeft. Breda Nu. Je weet het meteen.